Yo mensen van TV Jury, ik ben TV Jury en kijk binnen mij. Vandaag gaan we niet Harry Potter en de Steen der Wijze op de Game Boy Color doen, maar op de Xbox 360. Nee, gewoon op gewone Xbox, oude Xbox. En jullie vragen jullie vast af waarom niet van de Game Boy Color. Nou, ik moet mijn beeld eens even doen. Maar de Game Boy Color die heel stom, die is waar geeft u precies les in? Weet ik, er vastgelopen? Nee. Wat lullig, die 7 bestanden die zijn verprutst. Zo, dan moet ik die link voor jullie niet te lezen, want ik ga er toch doorheen praten en jullie zijn hier voor mijn commentaar. En ik ben een beetje verkouden, zoals jullie misschien wel hebben gemerkt. En ja. Nou, dat wil ik eigenlijk zeggen. Welkom op de weg is weg, motherfuckers. Nou, je tover stopt nog bij Ollivander. Oh, en ik moet ook nog een verjaardagscadeautje voor je kopen. Ja. Want ik ben egoïst. Hallo? Ik wil iedereen kopcadeautjes voor jou, maar ik koop cadeautjes voor niemand. Nul. Ja, ik dacht dat. Ja, dat boeit mij helemaal niks. U heeft de ogen van uw moeder. Ja, en boeien. Volgens mij zegt hij alleen dat alleen maar omdat Harry Potter's ouders dood zijn. Om hem te kwetsen. Prima spook voor bezweren. Hou je bek, lul. Hou je kut bek. Motherfucker. Maar in feite kiest de stok. Hou je kop. Ik heb geen zin in jou gesur. Als u mij wil volgen. Nee, dat wil ik niet. Verdomme. Nee, dat wil ik niet. Laat mij spelen. Dit is een game, niet een film. Anders had ik Harry Potter en de Stenen Wijze film wel opgenomen. Volgens mij is die. Ik weet niet welke al goed is, maar fuck you. Ja, jee, eindelijk kan lopen. Nee, Phoenix film heb ik nodig. Iets met Phoenix film. Nee, dan is die het. Dit is hem. Ja. Je ziet het gewoon, er komt zo'n groen balletje bij de toverstok. Ja, fuck you, ik weet wel dat deze werkt. Waarom moet ik per se daar staan? Ik kan hier toch ook gewoon toveren? Wheel, Fleep, Pendo! Nee, Harry! Ik wil dat je Fleep, Pendo doet. Het is geen goede toverstok, want je moet Fleep, Pendo doen. Nee, maar ik heb deze game heb ik wel eens niet uitgespeeld. Maar puntje. Ik heb wel door de boss, tot een boss battle gered, maar die kan ik niet halen. Dus geef nu alvast tips voor de boss battle. Geef tips. Fuck you. Ik wil geen filmpjes. Geen filmpjes. Ik wil zelf iets doen. Het is echt heel merkwaardig dat u voorbestemd was voor deze stok. Terwijl zijn broer. Ja, zijn broer die heeft Voldemort. Dat weet iedereen, lul. Dat weet elke Harry Potter fan wel. Dat hoef je niet tijdens een game uit te leggen. Een game is om te spelen. Denk je dat dit iemand interesseert? Oh, fuck you. Dit interesseert niemand. Hij die niet genoemd mag worden. Ja, dat zeg ik net, lul. Grootse dingen verricht. Vreselijk. Net als zo groot als die puist op je nek. Oh nee, het is je hoofd. Laat maar. Het zal u zeker erg goed van pas komen. Ja. Daar is Fleep Pendo. Iedereen. Ja, daar is Fleep Pendo. Ik wil Fleep Pendo. Ze kunnen me ook gewoon een Fleep Pendo sprook leren. Oeh, Tosti. Pens, koffie, marmelade.
En baby bird springt en springt en springt. Snot. Kotsmaak. Yeah. Dan eet hij het ook nog gewoon op. Spinazie smaak. Ieuw, bas, spinazie. Oh nee, spinazie is wel lekker. Wat? Wat was dat? Nou, volgens mij krijg ik iets op mijn telefoon. Ik kan nu even niet antwoorden, gast die mij een berichtje stuurt. Lul, de behangen. Oeh, ja, ik val. Nee. Nee, ik ga het niet goed. Nee, ik ga het gewoon goed doen. Maar ik ga wel proberen alle tovenaarskaarten. Ik ga in deze let's play, ga ik proberen alle tovenaarskaarten te krijgen. En ik moet mijn telefoon even pakken. Wacht even, ik pak even mijn telefoon, want misschien is het wel belangrijk. Wacht even. Nee. Nou, er is een smiley naar me verstuurd. Laten we dat zeggen. En daarom heb ik deze let's play een tijdje gestopt. Een paar seconden. Maar alsnog, het zijn wel de kostbare seconden. Bravo. Oh ja, heel goed. Goed gedaan, meneer Potter. Ja, goed gedaan, meneer Potter. Oh. Als u krachtiger magie hebt geleerd, kunt u sterkere Flipendo op Tata's gebruiken. Oh, dat wil ik leren. Kan jij mij dat leren? Woe, ik heb een handspreuk. Nee, fuck you, die wil ik niet. Zo. Volgt u mij maar. Nee, ik wil je niet volgen. Ik ben niet die vieze stalker. Wiehoe, ik ben een vieze stalker. Ik ben een vieze stalker. Ik ben Harry Potter en ik heb een kip. Ja, ik heb een kip. Ik ga proberen zoveel mogelijk smackies te krijgen. Met smackies kan je er ook tovenaarskaarten kopen. Volgens mij. Nee, ik wil niet Flipendo erop doen. Oh, ik moet nog zoveel doen en nog zo weinig tijd heb ik. Ja, boeien. Een tovenaarskaart. Een tovenaarskaart? Ja, dat zeg ik toch net. Lullo de lullige. Van 1901 tot 1902. Hij werd, toen hij een baby was, al vermoord. Einde. Hehehehe. Ik weet echt niet hoe je op Swijnstein alle tovenaarskaarten kunt krijgen. Maar ik ga het gewoon proberen. Want het is wel leuk om alle tovenaarskaarten proberen te krijgen. Nee, ik kan daar niet meer in. Oh, erg. Nu moet ik tegen alfjes vechten. U kunt de drie grote schilden op die muur omdraaien met een Flipendo. Dan doe ik alleen dat nog en dan sluit ik deze episode af, Olivander. Want je kan me niet een hele episode bezighouden. Nee, eigenlijk wel. Hoe wissel je van deze dingen? Dat vind ik zo kut, want op een oude Xbox had je ook nog een zwart en een wit. En nu heb je die niet. Oh, ik snap dat. Het is wel een beetje kut dat je hier een zwart en een wit op hebt. Oké, maar dat was deze episode. Vonden jullie deze video leuk? Abonneer. Vonden jullie deze video stom? Abonneer ook. Vonden jullie deze video supergoed? Deel hem dan even. En geef hem een groen duimpje. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!